Het is 24 september. Dit is Bient. On tafel, uit jou is Steven Sterk. Over de verkeep van de 100.000ste Nijntje in de streektaal. Peter Siebinga, over de reunie van de romrofte band Het Dokkumer Locatie. En oud F-16-piloot Joop Bekkema, over de inzet van 250 Ljouweter militairen in Irak. En dat is ook de reden waarom de Dutch government decided to increase its support to the international effort to stop ISIL. By providing military means. Ja, Bekker, maar wat toch niet? Doet je dit zeggen, de minister-president in de VN-veiligheidsraad? Ik dacht, dit hier ik wil verwachten en ik denk net ik alleen nog. Nee, je hier wil verwachten? Ja, dit is er weer zanddruk op en dit weer een logische vervolg. Praat de aanzien verder, want we beginnen even wat lichter. Want we beginnen met Nijntje, het woordvernemde knuffelknientje van Dick Bruna. Praat al Friesk en ek Latien, maar zo'n kwad ek in het Haags en in het Stellingwerfs. Steven Sterk, ja, het is een hele feestelijke dag. Hè? De 100.000ste exemplaar is over de toonbank heen gingen. Ik kan me vaststellen, confetti, slingers, gebak, limonade. Ja, wel oranje koeken. Ja. Wel oranje maar er weer een jeetje, dus het voelt er. Maar het is een squat in de roos. Ja, ik heb wel minder ideeën. Het ei van Columbus. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is in elk geval het is een soort willen en het is ook wel succesvol. Het is succesvoller als wij tochten. Dat is echt een besiekje van krijgt het voor mekaar. In het Fries weer al lang, in heel store talen. En dan dus ervaring met streektaal. En het Fries kom je dan bij, begon bij Brabants. Want ik denk, nou, dat daar net slag het. He, is het een groot gebied met een soort boekhandels. Ja. Een relatief soort centen. En if you make it there, you can make it everywhere. Haast everywhere, maar ja. Net overal. Maar dat ging hartstikke het best. We verkochten 3000 binnen 14 dagen. En daarna binnen, nou ja, het Drents. Grenzers, Grunningers, ja. Brabants, Twents, Achterhoeks, Werngrunningers, het Maastrichts, het Zeeuws, daar ben ik al twaalf van. Nou, de Haagse, dat is de bestseller op dit stuit. En dan ging het al roer, nou ja, en zag ik even de ja, precies. En we zijn er eens alle jij, Rut, maar we willen toch, Peter? Met Nijntje. Met Nijntje, ja, met dat Nijntje. Is op zijn Haags. Op zijn Haags, ja. Ja. Maar zullen we even zien hoe dat klinkt, jongens? Nijntje in het Stellingwerfs. Wie gaat naar de dierentuin? Ga je met? Kom jongens, we gaan op een fiets. We hebben ze een protte dieren. Kiekeboe, kiek een kangoeroe. Ja, kist het moment nog herinneren je, Steven? Dat zei dus hier dus van, ja, ik kom mijn Nijntje in een streektaal. Kist dat nog moment nog herinneren? Ja, zeker. We hebben er al heel lang op praktiseerd. Robert Saton, die Vermant in de Jouwerij, die hier heel lang links zien in Linnekes zijn van, maar het keer in het Limburgs dan. En dat heb ik onthouden. En niet denk van ja. Maar waarom dan? Nou ja, we hebben die licentie van Nijntje. In het Fries is het wel uitwerken. Daar verkeep ik een groot aantal meer. Werd dit oud Grieks bracht. En in oren streektaal is het Latijn. Denk je, en dat rint echt goed? Dat rond ik fantastisch. Dus Latijn is ik. Tredde printing al. Streektaal Latijn. Tredde printing is weer een groot succes. Nou ja, ik denk nou ja, als we nou het wollen, dan maken we het in de streektaal aan het ziekje. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En mij het resultaat dat we de Joerte 100.000ste Nijntje verkochten. Ja, en hoe zit het dan? Want ik kan me vaststellen, maar Walt Disney is altijd heel streng en dat soort jouwers. En hoe zit het met Dick Bruna? Is hij ook heel streng met de controle? Ja, Dick Bruna werd vertegenwoordigd door Mersis, dat is de moederenmaatschappij. En die is heel streng. Die controleert ik elke vertaling. Dus wordt er in stelling werd vertaald, dan wordt dat gecontroleerd door een oor. In het Haagse weer dat moeilijk, want er is maar één in dit Haagse skreeuw. Waar wie dat? Mannix Rup, hè? De Haagse Harry is dat. Ja, en, die kennen we al direct van de stripboeken, hebben ze mij toch? Haagse Harry? Ja, ja. Die hebben vriendelijk gepresenteerd en wie een zwart van een meisje. De man het oorloerensteen te signeren, de Nijntje signeert, let wel. Dus dat is echt fantastisch. Ja. Maar ze controleren dus heel sterk ik alle vertalingen in het Fries. Dus dat wordt echt heel goed nice, jongen. En hoe hebben we het nou het meest verkocht? Nou, er is een top 4 van Nijntjes. En één zit altijd Paak en Beppe. En twee is Nijntje in de dierentuin. En, maar voor Zeeland hebben wij voor zelfs Nijntje bij zee maken. We zullen hem ook in Antilliaans doen. En dat is die komt nog? Ja, die komt nog in januari. Ja. En dat wordt voor zelfs ik Nijntje on zee, maar dan in het Antilliaans. Ja, ja, ja. Ja. En welke is nou voor jou het meer speciaal? Heb je ook een eigen favoriet? Nou, Paak en Bebbe in het Fries voor zelfs, maar dat is een streektaal, zoals je zei.
Ik vind ze allebei ijs prachtig. Ja. Maar de Zielske, omdat dat ijs het dichtste bij Friesland komt als identiteit, zeg maar, hè, meest bewust. Vind ik wel heel speciaal. Maar ze ben me allemaal lekker lief. Ja, nou, een speciale dooi dus. Een feestelijke dooi, maar nou ja, een beetje gebak, oranje koeken. Peter, voor Jim, dat is natuurlijk een heel bijzonder weekend. Want Jim zullen een soort van reunie optreden. Maar die in orde bent, het dokken mijn locatie. Ja. Optreden in het Fries Festival. Yes. En dan heeft wel een sign, heb ik een keer lezen, van de band heeft neemt een explosieve verkering. Oh ja, wat goed. Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Hoe zit dat dan? Dat wie dus echt de reden van. Zie hier nu wel jeder vrij, hè? Een periline van Kim net werd eens wat mij het lokaal ziet dan wie ik voor Fries Woklio of voor wat van Friesland pop. En er had een orenjongen west uit Leiden die wou daar een festival organiseren en die wou daar per vast het dokkum lokaaltje bij. En we hadden nogal even Tjernonskiets kwarren, want het is toch altijd een beetje van als dan na 24 hier dat weer oppakt en je is er in zo'n oefenrond en je is mijn koor als strijdman een beetje beteuterd rond is en van ja, nou ja, ja, ze het maar net dwaan, dan is dat eigenlijk een beetje, dat zou hard wel een beetje een teleurstelling wezen, want dan is het beeld van doe is gewoon een beetje je naar te hellen. Dat is het risico toch weer. Altijd een beetje van een reunie? Ja. Dat is altijd een beetje. En boppen dat, die explosieve verkering. Van ja, het wie behoorlijk heftig. We wien echt treien squallenfreun. En we hier echt vier, zes hier een beetje zocht naar uw vorm. En in ieder geval het documentatie weer. En dat wie echt een beetje de bekroning van die muzikale freunskip. Waar moeten we het eigenlijk een beetje in pleasen van de mensen die het net kennen? Wat voor muziek is het? Nou, zet de stofzuiger aan en hing je er een microfoon op. En zet het op 110 decibel. Dan komt het een in de richting. Zullen we even zien? We hebben volgens mij wat beeldmateriaal uit de jaren 80. Help. Hoe het, zou zeggen, de Zuid in de jaren 80. Ja, maar die compaan Sietse van Essen en Frits de Jong. Frits de Jong. Ja, en je wien eigenlijk vreselijk populair, maar eigenlijk meer populairder boeten de provincie als hier in Friesland. Ja, en net om jezelf voort nauwelijks deer te relativeren, maar net vreselijk populair. Gewoon in populair. De niche van wat doet dus iets, VPRO, alternatief, een beetje vleermuizen neemden we door en punk en new wave en no wave, die hele brot die een beetje bij elkaar jaren in het alternatieve vakje van de wilde wereld van de VPRO. Dat vertaalt jongen nou. Friesk. Dus toch Fries. Ja, dat is wel goed. Dat stel ik dat is, okay. Dat is nou Friesk. Dat is Friesk. Maar okay. Wij behandelen het een beetje als streektaal. Ja, maar je bent hier spulkeren in de studio, wat van na 24 hier. Bedoelst nou? Ja, met oefeningen, ja. Nee, gekken nog net. Nee. Oh. We hier dus echt wel een beetje dat gevoel van, wat wordt dit? Dat wel, omdat Frits en ik hebben koor eigenlijk altijd wel weer opzocht. Hij wendt in Amsterdam en wij zijn vreun blun. Sietse is ook een vreun blun, maar die rekken toch wat boeten beeld. Dus die zeggen we wat minder. Dus ja, doet we mij uw strijd weer bij elkaar komen. Van, ja, het is, een goede band is toch de gamie van dat dan. 1+1+1 is fjouwer. En muzikaal groei je net zo bot uit elkaar dat je dat weer... Nee, wij hebben elkaar zo in de grond bedoeld. Maar als het vijfje bent en zit bij elkaar op squal en begint dan die bandje, dan viest elkaar op. Dan is elkaar socialisatie, om het maar even door te zeggen. Van dan, we hebben elkaar verschrikkelijk beïnvloed en dat zang het ontnoot dat toch. Dat verneemst om Frits zien smaken en wat Frits nou nog docht en wat Sietse nou nog docht en wat ik nog docht. En maak je dan naaie noemers? Ja, sorry. Ja. Nee, ging toch? Maak je dan naaie noemers? Ja, zeker. Ja, in eerste net, want we gingen eerst vregen voor een reunie in januari op uw oudskwallen. Daar hebben we voor vregen. En nu zijn we in dit geval... Zijn we ja, en daar weer een mooie reden voor van Frits en Sietse, die kwamen op een crematie van uw heid. Onafhankelijk van mekaar. En toen stien we in één keer als dokkenmolokaaltje bij de crematie van uw heid. En toen gingen we voortendags, en toen kwam heel gauw die vraag eruit rond. En kennelijk is dit het moment. We moeten nog een keer ja zeggen, we doen het. En toen hadden we eerst een set van orde noemers instuderen voor die reunie. En zo'n jonke liedsen vanaf april, mei,
stoot ik Frits op en zeg ik heb een paar nieuwe ideeën. Nou, kom maar op. Dus een paar nieuwe nummers maken. Ja, we hebben nieuwe nummers. En er komt ook een plaat dan, Peter? Dat, komt er een nieuwe plaat misschien? Misschien. Dat willen we heel graag en dan echt met nadruk op plaat, met hoofdletter P. We willen dan een grammofoonplaat of uitbrengen. Of vinyl. Hey, want dan is natuurlijk de verste componist van Triater. Een van de componisten van Triater. En hoe zorgt er nou dan, waarom op de muziek, die je hem doet maken? Nou, het verschil is volle liedster als tingst, want ik kreeg het doe dus iets precies dezelfde vraag, want hoe werk ik met Rins Gratema al? In de jaren 80, wie ik verste pianist van Rins. En toen werd dus de vraag van, ja, hoe kist nou een ene kon dorpshoes in, dorpshoes uit met de heer Gratema en voor 300 man van jong naar oud. En tegelijk dan in de matzo, wie dat filmpje krijgt in Amsterdam, speel je maar die pokkenherrie. Ja, dat je dus op een woorden wezen. Even om het verschil om te Jan, we hebben echt nog een fragment van de Ies vast hier. Oh, van, ja, correct, Verlien. Ja. Ja, dit is toch een hele orenkont, toch? Ja, maar het is toch allereer muziek. Het komt al allereer uit dezelfde boanne. Of is het misschien ook, want dit is gewoon om het yield maar te verzinnen. En dat is toch eigenlijk het document locatie, is de echte leefde. Document locatie verzinwordigt een aspect van die echte leefde. En dit werk ik hier. Van ik houd een heel bot van het ambacht. Als het nou voor koor schreeuwt en als het gewoon even voor jouw stemmig koor schreeuwt, dat is echt machtig mooi werk. Ja. Maar het document lokaaltje, dat verzin we er wel meer vrij. Dat is zo gewoon bij de Eastversterkers. Hier zou maar kind. Ik ben net benauwd om steeds maar die kant van mijn werk het theater in te slepen. Ja, dat gebeurt ook wel. Maar in dit geval, wie de vraag ik van a cappella jongen en mijn koor. Dus dan helst die een contrapunt harmonie leer analyse werden voor de componist voor koor. Ja, dan heel soort succes in elk geval. Sneun is het, hè? Het Fries Festival. Komt allen. Maar je eerst eventjes naar Hinne Ipma. Ken je hem, Hinne Ipma? Nee. Ik denk het net, hè? Het antwoord is nee. Maar Hinne Ipma, die komt van Tjom en die test voor u alle dagen een app voor op de tablet of op de telefoon. En Juwet, dan bezorgen we zijn persoonlijke favoriet en dat is graftombe.nl. We zijn weer in het levendige Tjom. Ipma, zit je nou vaak achter graftombe.nl? Ik heb vanmorgen nog even achter de PC zitten, maar nou, het is ik ga me wel soort met het verleden bezig. En dat is zoals zei, dat is mijn vrouw, van we leven hier wat erbij, maar ik mag in het verleden even doeken. En ik ga me soort bezig met het plekje Gouwbesnets, nummer 18 bij Sneek, weer dat vroeger. Net iedereen weet het, maar je bent alle gegevens van alle mensen die begroeven binnen. Bijvoorbeeld, ik ken Zijlstra bijvoorbeeld op zich in Sneek. Nou, misschien dat familie van die. Dus dan pak ik nou even Google erbij. Ja, even graftombe.nl. Mijn vingers zijn wat dikker dan die liedse lettertjes. Friesland. Sneek zie ik hier dan op. Zijlstra en de voornaam wie? Fouke. Fouke, ja, hier heb ik Fouke Zijlstra. Fouke Zijlstra, die is geboren op 27 januari 1910 en overleden op 29 december 1996. En hij betrouwd met Siebeltje Jaasma. En die werd geboren 3 maart 1911 en is 14 februari 1995 overleden. Ipma tovert mij een peer klikken alle gegevens van de laatste restplak van mijn paak en Beppie Snits. Dan meed ik dit even naar mijn beheerder van graftombe.nl. En binnen 4 minuten dan heb ik de foto van de graafsteen bij me. En die meed ik dan weer even naar de Hema.nl. En dan kan ik ze even de foto's ophalen. Een kind kan er was doen. Ipma had mappen vol met graafsteen. Hoe vol in totaal? Hij zei maar per 100. Zij extreem ik net. Het niet meer de mensen die je kennen. Het ben geen kennissen, maar het ben wel bekend. Want u die bekend, ja, daar is jouw leven begonnen. Daar heeft het ontstaan al hier. Daar heb je hem uit de maatje in hand. Het is Ipma zijn favoriet en we jou maar geen cijfers. www.graftombe.nl werkt gewoon via de browser. Op de computer is de interface wat oorzichtelijker en grutter. Daarom zit Ipma het liefst achter de PC.
Maar had er op vakantie is, broekte de mobiele variant op de tablet. Graftompen.nl. Ik zal het nooit weer vergeten. Dit is dus het materiaal waar het Dokkum lokaaltje noemers van maken. Oh ja, ja, absoluut. Ja, dit soort mensen, ja. Dit is geweldig. De vleermbasis Ljouwert levert 250 militairen voor de ISIS-missie naar Irak. Zes Nederlandse F-16's zullen luchtaanvallen uitvieren op de doelen van de terreurorganisatie. 250 families rekken dat direct, want zij zullen haar huid, mem, zoon of dochter al heel gauw van een skoft missen matten. Op tafel Bekkema, je bent oud F-16-piloot en je bent ook commandant tijdens de missie in het eerdere Joegoslavië. En Johan, we dat wel eens meemaken, dat je op missie moesten. Kun je dat nog herinneren, dat moment dat ze het CEO zijn van Johan op missie? Nou, de uitzending ziet er al een tijdje om te komen. De oorlog die woedde al sinds 1990 en op een gegeven moment president Clinton, de Amerikaan, besloot om erin te batsen. In Joegoslavië? In Joegoslavië, in het jeder Joegoslavië. En daar ben een hele grote lon op volgen en wij ben ik direct mee gang. Ja. Dus dat wist niet al een tijdje dat het er om ziet te komen. En maar hoe ging het dan? Want er zitten natuurlijk 250 militairen, maar er zit ook al je gezin achter. Ja. Weet je nog dat moment dat je vrouw zei van ik moet op missie, ik moet naar Joegoslavië? Dat vind ik niet meer specifiek. Dat komt ik omdat wij als piloten heel vaak voortwingen. We gingen op oefening, we gingen op squadronrotaties en we vliegen leeg in Canada, daar gingen we drie weken heen. Maar je toch dus, een vrij laconiek, maar het wordt toch ook gevaarlijk? Nou ja, maar ik ga zelf daar net flying, maar even zeggen. Ik werd direct geplaatst bij het hoofdkwartier in Vicenza tijdens die operatie. Maar ja, van de mensen die het ondersteunend erheen gingen, die zitten al hier in keurige hotels of in ieder geval in Porto cabins in ieder geval, die zitten er goed en die zitten er echt veilig. Ik nowhere, want het is een heel soort militairen zullen nou naar waarschijnlijk naar Jordanië gaan. Ik denk dat ze daarheen gaan, want de Belgen die gaan naar Jordanië, dus ik zoek dat meer als logisch en ik kosten technisch. Ik beter vinden dat de Nederlanders daar en ik heen gaan. En maar die piloot niet in, wel degelijk gevaar. Maar dat is echt het probleem. En nog weer in de oorlog in voormalig Joegoslavië nog zat dat beide kanten zich horen onder de conventie van Genève, waar ik in afspraken maken binnen over krijgsgevangenen en dat soort zaken. En ik had net de indruk dat de lui met zijn oost in vechten beginnen, dat die ze volle lak gaan om conventies van Genève, wat je zoggen, wat ze uitfretten. Dus, er zijn materiaal om vliegtuigen naar onderen te helpen? Dat verbaast mij, wat je zoggen werd de IS-strijders hoe beschikken, dan is dat vrij fenomenaal. Ik denk dat er een hele grote apparatuur bij is die destijds om rebellen in Oralon is verstrekt, door de Amerikanen. Dus dat is wel degelijk de val. Ja, dat weet men ik, dat men dat had. Ja, dat weet men ik, dat men die had. Dus daar is het gewoon goed oppassen. Ik voldoende vluchtigen mij die dus de radars storen kennen van vijandelijke apparatuur. Dus daar is wel verzwarigen, maar het is een vrij forse ingreep. Want we binnen ook feitelijk in oorlog, toch? Ja. Nou, je reist in oorlog op het moment dat je er aan deelnemen. En dat is dus nou een feit. En dat is ook een van de redenen dat studenten van de Friese Poort, is Juwet in het Nijs, in Ljouwert, die mooi net met mijn rijgpoeder op strijd herinneren. En Wargemaster Kroonen zei daar Juwet het volgende oor. Nou, natuurlijk is het uit voorzorg altijd goed om niks te doen wat tot verkeerde acties kan leiden. Aan de andere kant zegt ook iedereen, geen paniek jongens, want er is nog niks aan de hand. Maar als het ook niet veel moeite kost, doe dan uit voorzorg wat voorzichtiger. Want jij bent net alleen nog oud F-16-piloot, je bent ook nog wethouder van de gemeente Frenschredeel. Hoe zorg je nou in die dreigingen? Nou, die dreiging is er nog. En ik denk, ongeacht het feit of we een wolf net mij doggen, bloedt die dreiging er. Maar is die grutter worden? En hiermee wordt die van Nederland een stuk grutter, daar word ik rekening mee houden. Dan had juster de politiek had zich daar ik over uitlitten. We moeten dus voorzorgsmaatregelen nemen. Zo, de oude Bush, of W, die zei, we moeten die man pakken voordat ze u pakken. En dat is hem toch Obama een beetje kwalijk nog, maar Obama doet nog precies hetzelfde. We moeten die man pakken voordat ze u kwijtmaken kennen. Dat is eigenlijk de strategie die erachter zit op dit moment. Ja. Heren, vielen jullie in de dreiging ook een beetje? Nee, ik net persoonlijk. Nee, dat is allebei er net. Maar ik denk dat elke keer wel weet dat er wat gebeuren moet. Ik vind het wel nieuwsgierig dat de Arabische landen nou voor het eerst meedoggen. Wat voor effect heeft dat op Nederlandse piloten? Nou, het is Obama die ziet het steun.
het feit dat wij nog mij door met 6 F-sections, dus ben trouwens ik 12 reserve F-sections bij, dus binnen 8. En dat er 12 van kapot is, dan ben we 10 F-sections kwijt. Dus het is een vrij forse missie. Ik zie naar de aantal F-sections die we op dit moment in uw krijgsmacht hebben. En je moet rekening houden met het feit dat je, als je met 4 vliegtuigen mij dien heen, dan weet in mijn optiek ik al goed west, want het gaat erom dat hij zo volle mogelijk landen achter zich verzamelt die mij doggen. De firepower die het uiteindelijk nodig is, die krijg je vanzelf wel. Dus ik vind van dit laatste luchtmachtje wat wij nog binnen, vind ik dit een vrij forse. Hoeveel vliegtuigen door van andere landen mij? Ik weet net in hoeveel de Belgen beschikbaar stellen, maar je krijgt misschien dan wel een situatie waarin je een beetje zien kan opbieden. Zou daar een enkel fjouwer? Arabisch land door op dit moment nog net mij, maar ik probeer het ze al om een zetel te krijgen. Dat is op zich een hele goede zaak. Maar wie heb ik 4 F-sections in Polen? Ja. En die 4 F-sections ben onbingen en die moet ik leveren worden. Ik had er 1 of 2 kapot binnen. Dus je hebt een vrij forse commitment op je nek en norm. En ja, ik moet zien hoe we daarmee omgaan. Obama had zijn, dit kan wel 4 hier worden. Zo lang nog, 4 hier. Nou, dat had Obama zijn. Ja, nou, je met bombardement probeert deze oorlog te winnen, dan denk ik dat je dat net lukt. Nee. Je moet uiteindelijk met grondtroepen. Het zit toch dat die vliegtuigen er 4 hier blijven, denk je? Of is het de maximale tijd? Ik weet net van welke termijn Rutte deze vliegtuigen ombingen had onder VN. Maar het zal net kwartend worden als 4 hier dat dit conflict wordt naar mijn stellen over het zoeken. Nee. Peter, wat vies nou eigenlijk? Vies dat een goede beslissing dat we nou op missie gaan naar Irak? Ik weet het net. Ik denk dat je haast wel een verplichting hebt. Net zozeer voor uzelf, maar voor de mensen daar. Om er in alle gevallen goed om na te denken hoe we de chaos stoppen kunnen. Want het is natuurlijk een chaos als op een bepaald stuit. Ik denk dan bij zo'n IS, waar komt dat nou weer bij? Waar ben dat? En dat is een beetje het probleem, dat weten we eigenlijk niet. Nou ja, nee, maar kan dat dan in alle gevallen op het moment dat wij weer met vliegtuigen en manschappen al die kant uitgaan, en of ze nou uit Amerika komen, of ze komen hier wij, of ergens oorzwij van uw allieerden. Maar een van uw allieerden is ook Saudi-Arabië. Kunnen wij die eens even vreetje van wat die eigenlijk de oorlog nu 30, 40 hier dienen hij om het daar stabiel te houden of juist net. Die bleven altijd buiten beeld. Die waren bij doe destijds in 2001 met de 9/11 waren ze al heel gauw buiten beeld. Het heeft niks met Saudi-Arabië te maken. Er is het een heel dubbel gevoel. Een dubbel gevoel, ja. Absoluut. En wat voor gevoel denk jou het dit op voor de militairen der op vliegbasis Ljouwert? Nou, het is als het voor één keer is. Is het 6 maanden, want ik denk dat ze 6 maanden voortgaan en dan ben ze weer thuis. Maar als dit een ongoing mission is, 4 jaar lang, dan kom je meerdere keren aan de beurt. En het probleem is dat de krijgsmacht zal iets worden is dat je de personen om uit te lossen net in ruime mate aanwezig hebben. Dus ze komen vaker aan de beurt dan eigenlijk normaal is en dat is natuurlijk wel uiteindelijk. Kan dat destabiliserend werken in een gezin? Zorgwekkend. Ja, dat kan zorgwekkend wijzen. Een andere zorgwekkende ontwikkeling is dat je nou ziet dat IS zich inbedt in dorpen en in steden. Die zitten net meer op hoofdkwartieren die je bombarderen kennen. Nee, die mengen zich onder de bevolking en gaan daar maar eens bombarderen. Dan krijg je dus alle keer schade die je net hebben wollen. Je krijgt slachtoffers die je eigenlijk voorkomen moeten. En dat wordt extra moeilijk in dit conflict. Maar je kent tanks of zijn, een groot materieel kun je wel vernietigen. En dat zie je. Ik weet niet of juist ben de bombardement nu voert op Syrië overigens. Daar gaan wij net heen. Wij mij alleen maar in Irak bombarderen. Ja. Want Syrië is net geaccordeerd door de VN. Dus volkenrechtelijk net. Volkenrechtelijk. Nee, nee. En daar hebben we één keer die fout maken met Joegoslavië. Dat doen we net weg, heb ik begrepen. Gelukkig maar. Dat is maar gelukkig. Als je, heel kwart nog even. Ja, heel kwart nog maar je verhaal hoor. Nou, we bombarderen op dit moment voertuigen, maar als je dus IS uitschakelen, willen wij de persoon gevangen nemen of uitschakelen. En dat zal heel, heel erg moeilijk worden. Oké, tiegetank heren, van je hem komt. We begonnen licht, mijn Nijntje, vierde muziek, zitten we in één keer in Irak. Morgen, dan ben we er vanzelfs weer, dan mij een Bean Sport, dan onder andere te gast Foppe de Haan en Cambuurspits Michiel Hemmen. Dat is voor morgen, van nou nog een hele gezellige joen. Dag.